Open mijn ogen en ik kijk wat de dag gaat brengen. Ik blijf mezelf maar velen hier zien mij nu als een rapper. En ik weet dat sommigen me willen tackelen, maar willen zij jou trappen, bro? Daar ben je een stapje verder. Ik heb geleerd als iets belemmert moet je loslaten. Stop niet in het proces, maar zie het als een opgave. Hou mijn hoofd erbij, vandaag moet ik een kop maken. Maandelijks progressie, want ik kom altijd opdagen. Zoveelste gedraaid, het is al 3:15. Dingen voor jezelf doen, dat is niet makkelijk, vriend. Want doe jij het voor jezelf wanneer je alles laat zien? Ik ken die tijd met om in teksten, maar had toen geen papier. Dus ging op zoek naar wat money, raakte mezelf een beetje kwijt. Maar ik wil alles in het leven hebben, bro, behalve spijt. Zeg mijn homie, alles op zijn tijd, dingen die gaan komen. Kwestie van minder slapen en meer werken aan die dromen. Investeren in jezelf, dat is de allereerste stap. Maar dat je doorgaat ongeacht van hoe het gaat, dat is het tweede. Ik heb vele zien veranderen, ben liever in mijn eentje. Ik moest vele dingen vragen, maar doe nu niet meer aan favors, kan niet boos zijn. En nu zien ze dat het aardig lukt. Echt, ik voel geen pressure, maar ze wil dat ik het later druk. Ik heb geen tijd en ben nu vaker op mijn eigen shit. Iedereen wil datgene wat vaak moeilijk te bereiken is. Ik denk dan vaak nog negatief, moet even afkoelen. Schrijven in notities, toch geen waggie heel de dag boeken. Als je me blij wil maken, geef me 8 groene. En anders pak ik deze week zelf wel die 8 groene. Hey, ik dacht altijd van die money, dat is alles. Maar als je goed na gaat denken, kan je tijd echt niet vervangen. Dus geen automonteur, nu blijf ik werken aan mijn banden. Rij in Noord met wat bankoes, is een doezel in contanten.